We gaan het gelijk merken op onze salarisstrook. Dat is super natuurlijk. We krijgen er 2,5% bij. En een eenmalige uitkering, want het zou vanaf januari in zijn gegaan. Dus dat wordt zeg maar in komende januari wordt dat dan weer rechtgetrokken. Dus daar ben ik zeer tevreden mee. Ja, dat is afwachten. Wat er in september gebeurt met Prinsjesdag, komt er toch meer geld bij. En als dat niet zo is, dan zullen er toch nog wel acties volgen. Dan denk je misschien, is het nou niet genoeg? Nee, we willen echt heel graag dat het hetzelfde gewaardeerd wordt als het voortgezet onderwijs. Ja, we doen hetzelfde werk, dezelfde opleiding, dezelfde verantwoordelijkheden en willen ook hetzelfde salaris.